Ja. Welkom dames en heren, welkom terug bij Lego de Hobbit. En we gaan gelijk door met de volgende groep. We zaten vast in de tunnel, in de grotten eigenlijk, van die soort van, ja, trollen eigenlijk. Ik noem het even trollen. En we proberen eruit te komen. We hebben de baas verslagen in de vorige aflevering. Wow, oké, alles stort erin in één keer. En daarboven zie ik een iets wat we kunnen pakken misschien. Kom er net niet bij. Nou ja, jammer dan. Het is een gepuzzel, het is een gezooi, maar we komen er wel in deze apenkooi. Oh. Het is een puzzeltje, zie ik. En ik denk dat ik al gelijk weet hoe ik dat ga oplossen. Ik ga wel even de buurt verkennen hier zo. Want wie weet zitten er wel een aantal spulletjes die, die we nodig hebben. En ik denk dat ik even pijl en boog meneertje inschakel voor dit verhaaltje. Oké, even kijken. We beginnen met groen. We hebben groen nodig. Bij de tweede hebben we rood nodig. En bij de derde blauw. Nou, dat klopt toch? Ja. Tof. Huppakee. Zo komen we er wel, jongens. Met z'n allen werken we samen. En fantastisch gedaan deze game. Ik zeg het 100 keer, maar ik blijf het halen, jongens. Echt heel gaaf. Ik hoop dat jullie net zo geniet als ik. Ik speel het allemaal voor het eerst. Maar het gaat allemaal best wel lekker naar mijn gevoel. We zijn heerlijk aan het verzamelen. En we zijn heerlijk de puzzels aan het oplossen. En die kwade monsters aan het bestrijden hier. Oké, wie kunnen we daarvoor pakken? Oh, die stomme monsters. En dit hele grote blad werken we naar ons toe. En we kunnen er overheen, we komen verder. En ik denk dat we bijna dit level hebben gehaald. Want we zitten al best wel lang in het level. Oh shit, cut the rope, zei ze dat nou? Oh shit. Dat betekent dat er iets gaat instorten. En gelukkig is het niet ons deel van de brug. Maar is het een ander stukje. Oh, dat ga ik niet halen. Oh damn. Hoe moet ik daar komen, joh? Hoe kom ik aan de overkant? Wilt iemand anders proberen, jongens? Ik weet het al. Ik moet samenwerken met iemand. Ja, kijk, we moeten de brug gaan plaatsen. Kijk eens. Het was even niet duidelijk. Maar we komen er wel. Kijk eens hoeveel. Kunnen we niet naar beneden? Oh nee, we kunnen daar niet naar beneden. Ik laat zien in de herhaling. Nee. Ik zie de tunnel op. Nee, maar daar zaten steentjes beneden. Dus ik dacht dat ik daarheen kon. Ik verzamel wel eventjes alle muntjes. Ik ben benieuwd of ik 100% haal. Ik denk het zelf niet. Ik pak even de plankjes op. Oké, dit hier zo. Kunnen we dit slopen? Jazeker, we hebben precies het goede karakter om dat te slopen. Daar heb ik mazzel mee. Mazzel. En wat gaat er nu gebeuren? We gaan door met het andere team. Dat zit weer in een standje lager. Want ons team is opgesplitst. En dat is heel gaaf gedaan dat het zich afwerkt. Ja, ik pak de plankjes even op. En volgens mij heb ik bijna 100 van die bordjes. Nog 2 moet ik er. Ik ben benieuwd of we meer dan 100 kunnen nemen. Ja, collecten. Oké, ik steek dit in de fik, zie ik nu. Dat wiel. En daardoor gaat alles in de fik staan hier. Huppakee. Het wordt een schommel. Jump! Oké, daarvoor hebben we een ander karakter nodig. En dat is dan onze pijl en boog, meneer. Huppakee. Zo doen we dat. Problem solved. Oh jee, er komen ook andere gasten komen daar. Huppakee. Oh shit. Ik denk dat ik het even met een andere karakter doe. Namelijk onze grote vriend Gandalf met zijn grote zwaard. Die weet wel raad met dat ongedierte. Nou, ze zijn al weg. Zie je het? Nou, kijken of we wat dingetjes kunnen pakken hier. Plankjes vinden we hier.
Lijkt me grappig als ik nog zo'n blad kan vinden. Ik heb een lever gevonden, zie je dat? Dat moet ergens aan. Even kijken waar dat aan moet, precies. Ik tover even dit, ik ben het Harry Potter. Hij moet daar in de lever. Nou, kijk, mocht ik die nou bij me hebben, jongens. We gaan hem even overhalen. Ik kan jou best wel overhalen om deze game te halen. Maar de lever kan ik sowieso omhalen. Dus dat doe ik maar gelijk. En zo zijn we. Kijk, het team splits erop. We gaan verder met het andere team weer in dit... Oh, kijk, hoeveel stenen waren dat? Zo, damn. Ik maak even alles kapot, jongens. En een hoop vechten wat we moeten doen, merk ik. Zo. Cool. Muntjes verzamelen. Hoe komen we verder? Hier moet ingestoken worden. Oh zo, ik snap hem. Door te klimmen. Kijk. Zo komen we er. Uh-oh. Oh shit. Wow. Hier dan weer. Oké, we gaan weer wel bouwen, jongens. Nou, we hebben genoeg spullen. Dus dat moet wel goed komen. Een paar steentjes. Hier zo, 97 stenen. Nou, dat moet wel lukken met 3. Een plankje. Een paaltje. Een, ja, een soort bankje. Daar komt weer wat in. Dit voor mij? Nee. Ik kan er niet goed zien wat het is. Oh, een wiel. Oh. Ziet eruit dat mijn lever erin kan. Paal, schroef, oh, andere tandwiel, grote tandwiel. Wauw, wat een constructie. Kijk of het werkt. Aha. Hoe kunnen we oogberen of oogdeuren? Oh ja, die kunnen helpen met... Oh, shit. Huppakee. Plankjes pakken.
Zo, we gaan door met het andere team. Wow, kijk nou jongens. Er staat een heel leger van die trollen. Hoe komen we daar langs? Ik zie daar wat blauw staan daar. En dan kan ik alleen met de staf van Gandalf kan ik daar iets mee doen. Dus laten we dat ook maar gelijk gaan doen dan. Hoppakee. Pats. En dan zie ik dat een sterke vent, zoals deze, die zou er wel eens wat aan kunnen doen. Jongens, kijk nou. Jeetje. Heel padvrij. Wie kan daar op lopen? Hebben diegene bij ons? Ja, we kunnen meer dan 99 dingen vasthouden, zie ik. Mooi zo. Zo, we vernietigen al die beesten. Ze blijven komen, hè? Nou, we komen bij een cutscene, jongens. En ik weet al wat er gaat gebeuren. Als je de film kent, weet je ook wat er gaat gebeuren nu. Let op. What are you gonna do now, wizard? Oh jee. Nog een keer een baas, jongens. Oh dear. Ik zie ook nieuw bij deze game dat er geen hartjes bij zijn naam komen. Vroeger had je dat nog wel eens. Oh, shit. Shit. Wat maakt ons sterk? Teamwork. Uitkijken voor dat beest. We moeten hem gewoon eerst een beetje laten slaan overal op dingen en zo. Agressiviteit vertonen. Oh, ja. Daar gaan we, jongens. Wat? Ik snap het. Ik snap hoe je dat moet doen. Vent ontwijken en uitkijken voor zijn... Kan ik nog een paar muntjes verdienen hier? Nee, niks meer. Dat is zonde. Halen we nog niet 100%, jongens. Zonde. Oké, kom maar meneer de grote stinkende dwerg. Kom dan. Moet ik hem nog even doden? Zo, hoppakee. Nou komt hij achter ons aan. Oh. Oh, hij gaat achter ons aan. Woe! Snel gestopt. Oh ja. Let op. Ja, daar komt hij. Oké. Wat maakt ons sterk? Teamwork! Dan gaat het gebeuren, jongens. Met één steentje wordt hij verslagen. Ja, daar gaan we. Wow! Vet gedaan.
Woehoe. Dat is vet gedaan. Zo. Zo, ja, echt heel vet, jongens. Damn, wat een actie. Woehoe. En daar zijn we beland. Beneden. Well, that could have been worse. Wasmachine. Een varken. You got to be joking. Gandalf! Oh. We zijn er nog niet vanaf. Only one thing will save us. Och. Hier, de vark ook weer. Waarom wordt de vark altijd meegenomen? Kom, kom, kom. Oh! Hij is kaal. Nou, daarmee sluiten we mooi het level af. Een heel groot level. That'll do it. That'll do it. That'll do it. Dat was echt een heel groot level. Aardman Verward hebben we vrijgespeeld. En er zijn twee nieuwe, heel veel, oh meer, zelfs vier personages beschikbaar om te kopen. Nou, ik ben benieuwd wie dat allemaal zijn. We gaan verder. We hebben helaas niet de hoeveelheid noppen kunnen verzamelen. Want we zitten op 82%. Het was wel dichtbij. Ik heb al heel veel lopen verzamelen. Maar nee, het is gewoon niet weer gelukt. Helaas. Het gaat lastiger dan vroeger hoor. Vroeger had je sneller die noppen. Nou ja, we hebben weer een aantal evenementen vrijgespeeld op de Middelaarden kaart. En we hebben weer een wit steentje. Dat betekent dat we doorgaan met het verhaal. I think I saw him slip away when they first collared us. I'll tell you what happened. Master Baggins saw his chance and he took it. We will not be seeing our hobbit again. He is long gone. No. He isn't. Baggins. How on earth did you get past the goblins? Oh, indeed. Oh, what does it matter? He's back. Inderdaad. Wat een leuke boom. Oh, of we hout uit komen of niet? Nee. Zonde. Jawel, het zijn plankjes. Kijk. Dat is altijd goed. Plankjes hebben we nodig. We hebben nog maar 18. Wie weet. Hier, wat kunnen we hier doen? Is dit het level? Nee. Oké, okay, we volgen de geestenstuts weer. Dat zijn die blauwe nopjes. Ik zeg altijd stuts. Het Engels is stuts en Nederlands is het noppen. Dat klinkt echt heel raar hoor, noppen. Nou, die dingen pleuren allemaal van de bodem. Leuke dennenbomen trouwens. Nog niet eerder gezien in een Lego game, zulke dennenbomen.
En we krijgen weer een... Oh, de vervelende stem. Terwijl ze door het bos stapte, bekroopt een akelig voorgevoel het gezelschap. Ze waren niet alleen. Dat is toch veel... Mijn stem is veel beter ervoor geschikt. Had something followed them from the Goblin Kingdom? Or was it perhaps some other, even greater threat? Oh, lekker worstje koken, jongen. Oh, nee. Ah, sok. Met dat handje. Prachtig. I'm a worst. Oh, het gaaf. Zeg gelijk een renlevel, jongens. Oh, dat is vet gedaan. Wow. En we rennen en dat doen we gelijk denken aan Crash Bandicoot. Dat was vroeger ook altijd zo'n renlevel in. Heel gaaf gedaan. En het beeld verandert ook helemaal de kleur. En we hebben een minikit gevonden onderweg. Dat gaat lekker. Up into the trees. All of you. Come on, climb, River, climb. Klim in de bomen. Een hele moeilijke missie. Als ik het zelf. Oh, we moeten ook gaan slachten. We moeten die boom. Ja, die beesten afslachten. Gelijk die plankjes mee. Huppakee. Kijken of hier nog wat zooi te vinden, jongens. Oh shit. Honden, joh. Dit pakken. Oh, dat is een donkere grot. Daar hebben we Gandalf voor nodig. Maar Gandalf is er niet. Dus we kunnen daar niet verder, helaas. Jammer. We kunnen wel hier naartoe. Even kijken wat daar is. Ik zie een mini-kitje erachter staan. Kunnen we die oppakken, jongens? Dat zal er wel. Ja, we hebben hem opgepakt. Kom ik hier nog uit? Er zit iets in wat niet goed is voor onze oortjes. Gaan we weer terug, jongens. Niet allemaal hier aan hangen. Niet allemaal. Nee, ik val naar beneden. Ik kom niet meer. Ik kom er niet meer in. Zo. Ik kom hier wel op de berg, joh. Zo, alles kapot maken. En dan kunnen we gelijk de eerstvolgende pakken. Oh, ik ben onzichtbaar. Kijk nou. Oké, ik kan de ring dus aandoen aan mijn hand. Heel gaaf. Oké, ik heb een voorwerp gevonden. Apart. Een van de vier. Een netje. Oké, dat komt altijd goed van pas. Lopen. Wat zegt hij? Gebruik een vleugel. Vleugel, oké. Okay. Wie heeft een vleugel? Is hij hem? Hij heeft die, hè? Kijk, heeft hij hem? Nee, hij heeft hem niet. En we hebben die wel nodig.
Godverdof. Kom op. Deze. En dan die. Nee, we kunnen niks meer doen. Wat stond daar precies? Gebruik een vlegel, zoals die van om deze gouden legelhaken vast te grijpen. Oh, ik zie hem daar zo. Ik snap hem. I get it. Welke hadden we nou, jongens? Die toch? Ja, oh, ik zit weer even de rotzooi. Oh, jongens, kom op! Hoppakee, zo doen we dat. Kom maar jongens, we gaan door. Hoppakee, en de derde minikit al? Dat gaat lekker. Ja, nu zijn ze bang hè. Vlug maar. Hé, hey, daar hebben we een voorwerp in. Oké, we gaan echt in de bomen, jongens. Oh, dat kent ik nog wel, een stukje in het level. Hop, kan ik erin klimmen? Ja, we zijn in de bomen. Oh! We nog hoger komen, jongens? Nee. Moeten we meneer pijlen boven pakken? Juist. Wow. Hoe dit afloopt, zie je in de volgende aflevering van Lego de Hobbit. Doei.